Remco, vandaag spurt en dan morgen de bergen op. Verwacht je dat je de winst kan blijven behouden? Vandaag zal het wel moeten lukken. We gaan proberen om met Kev de etappe te winnen. En morgen is het eigenlijk een parcours die mij het beste van heel de week zou moeten liggen. Dus ik kijk er zeker naar uit. Maar er moet altijd gekoerst worden. Hè. Dus ik denk dat iedereen vrij gebrand is om morgen er een zware koers van te maken. Zowel wij als andere ploegen. Maar mijn voorsprong is alleszins vrij geruststellend, kan ik zeggen. Dus ja, ik kijk er wel naar uit voor me. Het zuur volledig geheeld, klaar voor volgende week, voor het Belgisch kampioenschap. Tijden of de weg? Ja, normaal wel. Ik voel weinig hinder van de blessures. Dus ik heb nooit echt veel last gehad van de blessures. Enkel de eerste dagen na de val. Dus nu is alles vrij los. Alles draait goed. Dus dat is het belangrijkste. Klein pronostiekje voor vandaag en voor volgende week Belgisch kampioenschap? Voor vandaag hoop ik natuurlijk Kev. We gaan er alles aan doen. En hij heeft ook de benen om een sprint te winnen. Dat hebben we afgelopen zondag gezien. En voor volgende week zondag iemand van de ploeg. Oké, veel succes. Dankjewel.